Generaal De Kruijf, goedendag. Goeiedag. Wij zijn hier op een internationaal congres over de toekomst van de landmacht over 20 jaar. U heeft zojuist Danger Close, het eerste exemplaar, in ontvangst genomen, geschreven door kapitein Marco Kroon. Ja. En dat Danger Close is een spannend verhaal over de ervaring van een veldwerker, van iemand in het veld, iemand van het oude ambacht. Hoe verhouden de toekomst van defensie en de technologie zich met dat oude ambacht? Ja, dat ambacht zal ook altijd zo blijven, want techniek is belangrijk en technologie gaat steeds sneller. Alleen elke tegenstander kan het ontwijken of hij kan het zelf gaan gebruiken. Dus uiteindelijk is ieder conflict een conflict tussen mensen en moet ook tussen mensen worden opgelost en beslist. Dus de rol van het oude ambacht zal altijd bepalend blijven, ook in de toekomst. Dus het blijft ook het nieuwe ambacht. Ja, Marco Kroon die schrijft ook in Danger Close over de nobele strijder, de tegenstander, die hij in het gezicht ziet, in de ogen staart. Ja. Dat wordt heel beeldend beschreven in verschillende hoofdstukken, want hij heeft heel veel acties meegemaakt. Hij beschrijft ook de steun die hij krijgt, de internationale steun, vooral van de Amerikanen, op een nogal spannend moment tijdens zijn missies. Die technologie die schijnt toch wel steeds meer de rol van de strijder te bepalen. Nou, ik denk dat die ondersteunend is en ook altijd ondersteunend zal blijven. Want er komt altijd een moment dat je tegen je mensen moet zeggen, we gaan nu naar buiten. We gaan fysiek de mensen beschermen die we moeten beschermen. En je kijkt een tegenstander in de ogen. Niet omdat wij dat willen, maar omdat een tegenstander dat gaat opzoeken. Als wij sterk zijn in techniek, gaat hij dat ontwijken en zoekt hij ons op waar wij zwak zijn. Dus blijft altijd de mens beslissend. Technologie helpt, technologie wint veldslagen, maar mensen winnen conflicten. En wat is de winnende factor bij de mens, bij de soldaat? Leiderschap, moed en kameraadschap. Mm-hmm. Er staat in Danger Close wordt ook veel gesproken over de internationale samenwerking. De samenwerking met Australiërs, maar ook de samenwerking met de Amerikanen. Hoe belangrijk is die internationale samenwerking? Enorm, enorm. Ten eerste omdat we niet alles zelf meer hebben. Dus je moet samenwerken om al je kwaliteit te hebben die je nodig hebt. Maar ook de conflicten die we hebben zijn zo moeilijk en zo divers dat je eigenlijk alle mensen uit verschillende culturen en landen nodig hebt om de goede antwoorden te kunnen vinden op die moeilijke vragen die worden gesteld tijdens zo'n operatie. En heeft de Nederlandse landmacht daarin een specialiteit? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik denk wel dat wij daar goed in zijn. En ik denk dat er twee redenen zijn. We kunnen ons heel goed aanpassen aan andere landen. En wij spreken onze talen. En dat is een heel groot voordeel als je moet samenwerken met andere landen. Mm-hmm. Nu verschijnt dit boek op het moment dat Nederland weer een belangrijke internationale rol gaat spelen. Ja. Wij gaan naar Mali. Ja. Dat klinkt als een voetbalkreet, maar in dit geval is het defensie gerelateerd. Ja. Is dat een goed moment dat iemand als Marco Kroon, die toch veel kennis heeft van het optreden in het veld, dat hij daar een boek over schrijft? Ja, dat denk ik wel, want als het zo is, wat ik denk wat hij gaat beschrijven, het leiderschap, de kameraadschap, maar ook hoe formuleer je opdrachten, hoe ga je plannen, hoe ben je kritisch naar jezelf. Mm-hmm. Al dat soort eigenschappen zijn tijds- en plaats onafhankelijk. Of je nou in Afghanistan bent, in Mali of in Amsterdam, blijft belangrijk. Het is Mali, niet Mali. Mali. Ah, oké. Okay. Ik wou graag een klein stukje voorlezen uit het boek. Pagina 210, ja. Weet ik uit mijn hoofd. Want ze blijven komen, jongens, die zijn zoals ik en de andere kerels van SFTG Viper. Die zichzelf niet verloochenen om wie ze zijn, militair, getraind om te vechten. Die sterker terugkomen uit een oefening, sterker thuiskomen van een uitzending. Kent u die jongens? Ja, ik ken er een heleboel. Maar het is wel ook een beetje de ziel van de krijgsmacht en de ziel van de landmacht die ik hoor. Als je zegt de mens die beslist, dan doe je ook alles wat je kunt doen om te investeren in je mensen en je mensen beter te maken. En dat is wat ik dagelijks doe en mijn mensen dagelijks doen. Dus ik herken dat helemaal. Mm-hmm. Nu heeft u zelf ook in Afghanistan gestreden. Ja. Denkt u dat dat uw leesplezier verder zal bevorderen? Nou ja, ik herken het natuurlijk. Dus wat hij daar zal beschrijven kan ik ook visualiseren, denk ik. Maar vooral ook de emotie die ongetwijfeld hier naar voren zal komen, zal het ook weer bij mij tot emotie leiden. Dat weet ik zeker. Maar elke veteraan heeft dat. Uitstekend. Hartelijk dank. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Dank u wel.